Je zit hier in Den Haag, de kern van de Nederlandse politiek. En dan ook nog eens het centrum bij het Gouden Hoofd. Je hebt een prachtige locatie gekozen. Nou ja, ik denk dat het een hele mooie plek is om aandacht te vragen. Hier komen duizenden mensen, ja. Niet alleen dan uit het Rijswijk of uit Den Haag, maar ook wel uit de hele wereld. Dus dat is wel heel goed om aandacht te vragen voor deze mooie doel. Ja, dat wilde ik net zeggen. Ik kan je wel alle vragen stellen, maar ik zou zeggen, brandlos, vertel je doelstelling. Nou ja, ik zet me in voor Free Hope. En dat is een organisatie die probeert dan meisjes te redden die gedwongen worden en de prostitutie. Dus vandaag zitten we hier. Dan gaan we met Michael. Dan ook wel om aandacht te vragen. Dus niet alleen maar vrouwen kunnen ons inzetten, maar ook een man die een statement gewoon dan maakt van voor deze mooie doel. Dus dat zou ik zeggen steunen. Met het geld die opgehaald dan wordt, is de bedoeling dat het meisjes opleiden dan krijgen. Dat ze weer terug in de maatschappij daarna kunnen komen. En misschien is het heel leuk om even Nasia zo even dan aan het heel kort horen even te laten vertellen. Want het is onze regioambassadeur. En die gaan jullie met heel veel liefde van alles vertellen waarom wij met z'n allen ons inzetten voor vrienden. Maar je houdt ondertussen ook de teller in de gaten? Ja. Ik hoor de tellen, ik zit daar bijna bij de 5000 euro, dus nog een beetje daarna bent, dus alle steun is welkom. Vandaag ben je geslaagd in je missie eigenlijk. Ja, dat was ook mijn doel. Ik had er wel van tevoren even gedacht dat ik de 5000 euro daar maar wel binnenhalen. En dat dit gewoon 50 euro. Ik kan eigenlijk gewoon alle meisjes daarna gaan vrijen krijgen. Dus ik vond 5000 euro echt een hele mooie idee om te doen. En ik ben er nog niet, dus ik heb wel jullie hulp nodig om dat te kunnen doen. Prima. En wat is het WW-adres? Dat is www.freegirl.nl. We beginnen een brommer voorbij, kan je het daar halen? Zet eens voor de camera. Dichterbij. Dat is www.freegirl.nl. Prima. Nou, ik zou zeggen, veel sterkte nog vandaag, hè? Nou, dankjewel. Ja? Mijn naam is Nasima Randin en ik ben vrijwillig regio-ambassadeur voor de stichting Free Your Girl. Je staat Rochella bij of je begeleidt haar? Of? Ik als regio-ambassadeur begeleid ik alle deelnemers, ja. En geef ik hun informatie en probeer ik ze ook te enthousiasmeren en zorg ik ervoor dat ze gemotiveerd blijven om hun streefbedrag op te halen. En doet ze het goed? En ze doet het hartstikke goed. Het is een kanjer, hè? Zij stopt. Ja, Rijswijk al. Ja, en naast Rochelle die hier zit, die al heel veel centen heeft opgehaald. Ja, ja. Michel die daarnaast zit, ja. Michel die moet nog centjes ophalen. Dus die probeert dat zingend vanuit het hokje te doen, want hij zingt ook nog eens in zijn vrije tijd. Ja, ja. En daarnaast zit Danielle. Danielle, ja. Is contactje zo vanuit het Gouden Hoofd, die ervoor heeft gezorgd dat wij hier vandaag gebruik mogen maken van de locatie om deze actie aandacht te geven. Dus dat is top. Moet niet in slaap vallen hoor. Nee. Hard aan het werken. Ja. En de einddoelstelling is het? Nou, als alle deelnemers minimaal 2500 euro hebben opgehaald, met 10 deelnemers, dan hebben we 25.000. Dat is super mooi. En als je bedenkt dat je één kind al helpt met 50 euro, dan hebben we echt wel een groot verschil gemaakt. Ja, ja. Vorig jaar hadden we twee locaties in Den Haag, op het plein en in het World Trade Center. En met die twee locaties hebben we ook 50.000 euro opgehaald. Ja. Ik heb mezelf twee keer al achter elkaar laten opsluiten. En dat heeft me zo geenthousiasmeerd om ervoor te zorgen dat ik meer mensen inspireer en motiveer om iets terug te doen. Ja. En nu mag ik de acties alleen begeleiden als regio-ambassadeur. Er wordt te veel om mezelf nu ook op te sluiten. Het is eigenlijk zaak om de mensen duidelijk te maken hoe dat precies allemaal in elkaar zit. Hè? Dan worden de mensen eigenlijk vanzelf enthousiast. Want je bent altijd begaan met het lot van een kind eigenlijk. Zeker. Ja, toch? En iedereen wil toch dat een kind zou mogen zijn. Ja, je moet er niet aan denken dat de kinderen dus van 7 tot een jaar 12, 13, 30 keer op een dag worden verkracht. Ja, dat is onvoorstelbaar. Het mag niet, de regering wil het niet, maar het gebeurt stiekem. Ja. En daarom doet de organisatie Free Your Girl in combinatie met samenwerkingspartijen in die verschillende landen, zoals India, Bangladesh en Nepal, dat ze dan dus infiltreren en dus ook echt de kinderen bevrijden en ervoor
zorgen dat ze begeleid worden naar een betere toekomst. En ook voor zichzelf weer kunnen zorgen, zelfstandig worden. En het mooie is dat ze dus ook een School of Justice in India hebben opgericht. En de School of Justice zorgt ervoor dat de kinderen zelf opgeleid worden om hun daders te kunnen aanpakken. Ja. Nou ja, een betere motivatie kun je bijna niet krijgen. Prima. Nou, ik zou zeggen, heel veel succes. Dank u wel. Ja. Ja,